Ja, een heel mooi project in VNL Oost. Dat bood ons de gelegenheid om ons onderwijs na te gaan denken. Wat is nu het onderwijs voor de toekomst? Kan dat nog zo zijn dat wij kinderen in een klas stoppen met een leerkracht en de leerkracht kan alles aan de kinderen vertellen? Kinderen consumeren het. Zijn zij dan straks wel klaar voor de toekomst? Of zijn er soms ook nog wat andere dingen nodig? Onderwijs bestaat eigenlijk al 150 jaar uit dezelfde elementen. Een klas, kinderen, een leerkracht en een bord. Daarin is er niet zo heel veel veranderd. Ook niet als je denkt aan onderwijs voor de toekomst. Tegenwoordig hebben we digiborden. We hebben nog steeds leerkrachten, we hebben nog steeds kinderen. Maar bij mij hebben we geen klaslokalen meer. Lezen, rekenen, Engels, taal en spelling, dat blijven basisvaardigheden waar we strak voor gaan. Instructie is belangrijk. Je gaat op een gegeven ogenblik kinderen lezen leren, ook om kennis te vergaren. Het hoeft niet meer alleen maar een les te zijn van een leerkracht. Nee, het is ook belangrijk dat kinderen op totaal andere manieren met plezier het lezen eigenlijk gaan consumeren. Ook met elkaar samen delen wat ze leren van het lezen. Wat ze aan kennis opdoen. Dan hoeft dat niet strak in een bankje, dat mag ook onder een tafel, met een Donald Duck of met een wetenschappelijk boek op een stoel. Wat wel blijft, is dat een leerkracht belangrijk blijft voor instructie. Maar breng het naar het kind en kijk naar wat het kind nodig heeft. Knip op een gegeven ogenblik dat leerstof-jaarklassensysteem door midden en laat kinderen de leerstof krijgen waar ze aan toe zijn. Dus niet meer de hele groep eigenlijk hetzelfde aanbod van augustus tot en met juli. En dan klaar, vakantie, over naar de volgende. Nee, kijk als leerkracht, wat heeft dit kind nodig? Ga ermee in gesprek. Maar laat ook dit kind zelf verantwoordelijk worden voor wat hij leert en hoe hij het doet. Wat heb je vandaag gedaan? Is het goed gegaan? Heb je morgen nog iets anders nodig van ons? Waar zitten we nu? Zitten we goed op dreef? Kunnen wij straks aan het eind van dit half jaar de CITO doen? Maar leer ook over jezelf na te denken. Hoe zit jij in elkaar? Heb je veel hulp nodig of juist weinig? Stukje zelfreflectie. Als ik vandaag op deze manier ga reageren, wat betekent dat dan voor mijn vrienden van morgen? Ga in gesprek met deze kinderen en verzamel het werk. Werk waar ze trots op mogen zijn. Waar kinderen zelf hun oordeel over mogen geven, samen met de leerkracht. Heb je je best gedaan? Vond je het makkelijk of moeilijk? Wat heb je ervan geleerd? Een portfoliogesprek biedt zoveel meer dan een simpel kaal rapport waar je een cijfer staat. Het zijn 7 voor rekenen. Zegt eigenlijk niks over wat het kind kan. Als een kind zelf kan vertellen wat hij heeft geleerd, komt hij veel beter uit. Dat vraagt wat van je ruimte, wat vraagt wat van je inrichting. We werken met instructielokalen en met grote open leerruimtes. De onderwijsassistent begeleidt de kinderen in de open leerruimte. Terwijl ze geen instructie hebben, de rest van de groepen zitten met leerkrachten in een afgesloten instructieruimte. En daar krijgen zij les. In die open ruimte zijn regels heel belangrijk. Want een ander kan alleen maar werken als jij je aan de regels houdt. Zorg ervoor dat ook de ander met respect wordt behandeld, dat hij kan leren. Dus regels, schoolbreed hetzelfde. Je wil in een open ruimte kunnen werken, moet je je ook daaraan houden. Samenwerken is een van de belangrijkste zaken die kinderen nodig hebben om straks in de toekomst te kunnen functioneren. Niet aan de ruimte, maar ga samen in overleg. Heb je een probleem? Probeer er samen uit te komen. Overleg met elkaar van, joh, hoe kunnen we dit oplossen? En jouw oplossing kan misschien wel beter zijn dan die van mij. Ik hoef niet altijd gelijk te hebben. Op deze manier leren kinderen vaardigheden die zij op een gegeven moment in de praktijk kunnen toepassen. Dat leren we ze ook. Wat 's morgens in theorie is behandeld, krijgen ze 's middags tijdens de lessen in een thema aangeboden. Rekenen wordt zo heel praktisch gemaakt, want als jij met geld moet gaan betalen bij de groentemarkt, dan ben je aan het handelen wat je 's morgens hebt geleerd. Ook de buitenwereld halen we naar binnen. Beroepen die er zijn, die er nu nog zijn, die misschien over 10, 20 jaar wel totaal veranderd zijn. Maar laat mensen vertellen. Laat kinderen leren van wat er in de wereld speelt. Laat ze bij de school een oefenplaats beleven waarin ze dit allemaal kunnen uitproberen.
En lukt het niet helemaal in het echt, dan hebben we ook altijd nog de leerrijke omgeving in het lokaal. Zet er maar een raket neer als jij bezig bent met het thema in de ruimte. En zorg dat de maan dichterbij komt, dat het kind kan fantaseren wat hij daar tegenkomt. Laat hij daar ook zijn leervragen over stellen. Als je zo'n mooi thema hebt, ga onderzoeken en vraag aan jezelf, wat wil ik hier nou van weten? Het zijn prachtige vragen waar kinderen mee komen. En daag ze uit, hoe ga ik hiernaar op onderzoek? Begeleid het wel als leerkracht, want je wilt wel dat alle kerndoelen aan de orde komen en dat de kinderen er echt van leren. Maar geef geen antwoorden. Laat ze zoeken naar de kennis die zij op deze manier verwerven. Via internet? Prima. Maar is wat op Wikipedia staat wel allemaal waar? Weten we niet. Dus je zult naast internetbronnen nog andere bronnen moeten hebben. En misschien kun je wel een interview gaan houden bij mensen in jouw omgeving. Deel het met elkaar. Computers zijn prachtig, tablets zijn prachtig, maar ook de menselijke contacten zijn nog zeer waardevol. Het rekenen in de hoeken. Niet ieder kind houdt ervan om uit een boek te leren. Dus zorg dat er opdrachten zijn die ook een kind buiten kan doen. Ga bijvoorbeeld een maan bouwen in de zandbak. Ga tellen met blaadjes als het herfst is. En zorg dat er opdrachten zijn die kinderen liggen. Een kind wat graag beweegt, laat het buiten aan de gang gaan. Engels hoort er ook bij. Engels is een wereldtaal, hoewel het een beetje door Chinees wordt ingehaald. Daar wagen we ons niet aan. Dus Engels, vanaf groep 1, op een hele ontvankelijke leeftijd voor kinderen. Als een natuurlijke bron aanbieden, ook weer thema gericht. Wat je in het thema aanbiedt, kan net zo goed in het Engels. Wij doen dit niet alleen, we doen dit samen met ouders. Want ouders zijn de expert over hun kinderen. Wij zijn de expert over de leerstof en dat moet samen gaan. En zo draag je samen zorg voor de ontwikkeling in het heden, maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Dat biedt het mooie ontmoetingshuis in Veenendaal Oost, waar het heden, maar ook de toekomst, samen een plek hebben gevonden. En van daaruit dragen wij het voort.